Ronald Koeman vrij, middenveld, maar het spel schijnt nadrukkelijk te moeten via Ruud Gullit. Vanenburg, Gullit. Die goed, ja, tuurlijk. Ronald Koeman. Brokken Ronald Koeman. Goed, Houtman. Doelpunt! Peter Houtman scoort voor Nederland in de 26e minuut. De eerste keer dat hij eigenlijk aan de bal komt en het is raak. Voortreffelijke aanval met een heel goed overstapje van Willy van der Kerkhof. Ronald Koeman. Brokken Ronald Koeman. Willy van der Kerkhof voorin. Hap. En Houtman. Uit Hoogvliet. Pang raak 1-0 voor Nederland. Het feest is compleet door dit doelpunt in de 26e minuut. Het voorlopige feest. Ronald Koeman. Heel goed werk van Willy van der Kerkhof en Peter Houtman. Loeierhard. Senior. Gallego. Senior. En een koppel van Santillana. Willy van der Kerkhof. Erwin Koeman. Goed geschoten. Verder niemand voor. Alleen Willy van der Kerkhof voorin. Wat speelt die man een opmerkelijke rol tot dusver. Ik dacht dat hij begon in de mandekking op Santillana. Maar ja, hij rent regelmatig dwars rechttoe recht aan naar voren. Dit is bijna een hoekschop aan de andere kant. Het is geen hoekschop. Schrijvers houdt de bal. Ingooi. Vanenburg. Ronald Koeman op rechts, Wijnstekers, natuurlijk. En Houtman vraagt. Wijnstekers doet het anders. Verrassend hoor. Hoekschop. Ben Wijnstekers. Schrijvers. Oh, Piet. Santillana scoort. Schrijvers komt, maar haalt de bal niet. Pijnlijk moment. En Santillana, ik zei het eerder, hij is sterk. Hij is niet groot, maar hij scoort wel met het hoofd. Heel vaak. Zo vlak voor rust is dat een tegenvaller. Ferry. Carrasco. Voorin sluit mee naar voren vanuit het centrum. Ja, voldoende mensen. Gallego. Schrijvers redt hier goed. Vanenburg. Boeven. Vanenburg. Vanenburg, goede bewegingen vrijgekomen. Oh, wat was dat een schitterende actie geweest. Wanneer ook het slot helemaal afgeklopt. Daar gaat hij. Hup. Daar gaan toch verschillende mensen de verkeerde kant op. Maar het schot is dan, ja. Weer van de Kerken. Gullit. Zelden zo'n open wedstrijd gezien eigenlijk. Van twee kanten. Vanenburg. Vanenburg. Gullit. Ruud Gullit en een poeier. En een goal. 2-1 Ruud Gullit. 18e minuut naar rust. Weer Vanenburg. En de knal is voor Ruud Gullit. Tjonge, wat schiet hij. Wat schiet hij Gullit. Nadat Vanenburg dit knappe werk doet. Pang, boom. Even van richting veranderd overigens. Dat moeten we wel zeggen. Gerald Vanenburg. En Gullit poeft Nederland naar 2-1. 18e minuut naar rust. Ingooi Brokken. Ronald Koeman. Goeie bal. Hele goede bal. Houtman. Oh, hij ligt ernaast. De bal. Peter Houtman. Dit was toch je mogelijkheid. Want dit is een hele mooie bal van Ronald Koeman. Perfect terugdraaiend. En het is zo dichtbij. Het gaat nu ook om de extra tijd die scheidsrechter nog geeft.
Oeh. Over. Dat doet lang. Voordat die bal terug is. Ja, het gaat er nu echt om wat heel ook helemaal op te zitten. Nederland wint met 2-1 van Spanje, zou ik zo graag willen zeggen. Koeman. Nog één keer Boeven. Boeven, het eindsignaal is er al. Ja hoor, hij heeft afgefloten. Boeven kan ook juichen. Nederland wint dus echt met 2-1 van Spanje. De kans is gegrepen om te komen in de eindronde van het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar. Het gaat nu om die twee wedstrijden tegen Malta. Nederland nog tegen Malta, Spanje nog tegen Malta. En het doelpuntenverschil kan dan van belang zijn.